Mijn naam is Bas Zuidema. Ik ben inmiddels 14 jaar werkzaam bij Martineer Technische Dienst als lead grondontwerpdeskundige. Vandaag gaan we kijken bij een A-check waar ik wat inspectiewerk ga uitvoeren. Een A-check is een check die vastgesteld is door de fabrikant. Elke 700 uur zal deze machine de hangar in moeten en zal er inspectiewerk uitgevoerd moeten worden op diverse onderdelen. Op dit moment zie je zeg maar aan de linkerkant van het vliegtuig, daar zie je dus de staartmotor. Daar is men op dit moment aan het werk en inspectiewerk aan het uitvoeren. Nou, op dit moment staan wij bij een bord waar de inspectiekaarten van de A-check ingezet zijn. Aan de hand van deze kaarten die hier staan, wordt dus de motorinspectie uitgevoerd. We gaan nu een van de kaarten van het inspectiepakket van de A-check doen. Dat is het verwisselen van de olie en het verwisselen van een filter. Je ziet dat de flaps naar beneden staan. Dat zijn zeg maar die grote delen die dus nu naar beneden hangen. En zal er bijvoorbeeld smeerwerk uitgevoerd worden, preventief. Zodat dat allemaal gesmeerd blijft lopen natuurlijk. Nou, verder zie je natuurlijk het vliegtuig naar voren toe. De cockpit zal op dit moment een aantal mensen bezig zijn ook om inspectiekaarten uit te voeren en kijken of alles naar behoren werkt. Zoals je ziet zijn we nu in de cockpit van een MD-11. Ik ga hier even een aantal testjes uitvoeren om te kijken of diverse systemen goed werken. Nou, het allerleukste van dit werk is sowieso de diversiteit. Elke dag is anders, elke dag is nieuw. Wat ook onderdeel uitmaakt van het lijnonderhoud zeg maar, is om het vrachtruim te checken. Dat betekent dat je gewoon kijkt naar beschadigingen dan wel dingen die stuk zijn. Doordat het zo divers is en altijd anders, blijft een vliegtuig een interessant object. Dat maakt het werk nog des te leuker natuurlijk.